Nou, soms weet ik even. Ah, jij had gisteren Pascal. Ja, ja, nee, maar dat is. Weet je, dat is. Ja, dat is niet een verhaal waar ik trots op ben. Maar ik leerde die Pascal van dat bluff leerde ik kennen. 20 jaar geleden. Ja. En nummers uitgewisseld. Ja. En toen. Maar ik had ook een Pascal. Dat was een vrouw in mijn telefoon staan. Ja. Maar die vond ik wel, die was wel een lekkere meid. Dus ik denk, weet je wat, ik ga die eens een keer een sms'je sturen. Van, joh, misschien kunnen we nog een keer afspreken met elkaar. Mm. Dus ik stuurde van, joh, zullen we niet eens een keer lekker gaan eten met elkaar, weet je wel. Trek even je leukste pak aan en maken we er even wat leuks van, weet je wel. Misschien daarna ook nog even wat drinken bij mij. En ik stuurde dat naar hem. Naar die Pascal van Bluff. Nee, hij heeft niks teruggestuurd. Maar ik denk wel dat hij gedacht heeft van... Hè? Wat moet ik hiermee? Nou goed, als je maar nu... Ja. Toen had je nog niet dat je het ook weg kon doen en zo. Weet je, dat kan nu allemaal. Maar ik stuurde dat naar hem toe. Ja, hij moet vast gedacht hebben. Wat is dat voor een vieze homo, joh, die speuk. Misschien heeft hij er een liedje over gemaakt. Geen idee. Ja.